Dag beste kijkers. Gemiddeld mogen we deze tijd van het jaar een temperatuur verwachten rond 20 graden. Wel, vandaag verwachten we dat in de loop van de namiddag het kwik zelfs nog een paar graden hoger gaat klimmen. En we krijgen er ook veel zon bij. Dat was deze voormiddag op vele plaatsen al het geval. Een stralende zon, af en toe wat hoge sluiers. En ja, lokaal tijdelijk kunnen er wat lagere wolken zijn ook. We zien dat hier op het satellietbeeld. We zien ons land zeer goed liggen. Hier en daar zijn er wat lagere wolkenvelden. En ook vanmiddag, tijdelijk heel lokaal, kan er af en toe wat meer bewolking zijn. Maar het blijft overal droog. En we gaan dus nog behoorlijk wat zon kunnen blijven meepikken. Allemaal dankzij dit hoge drukgebied. Rustig weer ook voor vanavond en vannacht. Maar dan van over Frankrijk gaat andere lucht tot bij ons geraken. En dat betekent voor dinsdag dat de temperaturen zelfs nog iets hoger klimmen. Maar ja, de kans op regen en onweersbuien wordt geleidelijk aan groter. En ook woensdag blijft die storing eerst nog wat treuzelen, vooral over het oosten, met kans op daar wat neerslag terwijl vanaf het westen later op de dag er wat meer opklaringen komen. In ja, opklaringen zijn er vandaag zeker af en toe wat wolken... die ervoor schijven. En soms tijdelijk dus wat meer lagere wolkenvelden. Temperaturen tot 21 graden. 19 graden voor Hoog-België. En in het uiterste zuiden misschien wel tot 22 graden. Weinig wind ook. En dan vanavond en vannacht blijft het rustig met uh, brede opklaringen. Nu later, tegen het einde van de nacht... kan al wat meer bewolking vanaf de Franse grens tot bij ons geraken... Maar het blijft nog overal droog. En we zitten dan met minima rond 14 of 15 graden voor Vlaanderen en Brussel. En 8 graden voor Hoog-België. Maar in sommige Ardense valleien kan dat kwik nog iets dieper wegzakken. En voor morgen hebben we eerst zonneschijn. Een droge start, maar in de loop van de dag zien we meer wolken opdagen. En dan in de loop van de namiddag en avond wordt het geleidelijk aan onweerachtig. Kans op regen- en onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn. Temperaturen die klimmen richting 23, misschien lokaal 24 graden. En dan voor woensdag starten we eerst nog met neerslag vooral over het oosten van het land. En dan stilaan vanaf het westen komen er opklaringen, ook later voor het centrum van het land. In de Ardennen kan altijd nog wel een regen- of onweersbui vallen. Temperaturen rond 22 graden. En voor donderdag zien we dat het minder warm wordt, nog maximaal rond zo'n 20 graden. Met dus misschien hier of daar nog een bui, In de loop van de dag later ook wel opklaringen. En dan vrijdag blijft het droog met geregeld wat zonneschijn. Ook in het weekend gaan we geregeld die zon tevoorschijn zien komen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt iets koeler, zeker tegen zondag, maar toch nog een temperatuur rond 19 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Meer heb ik daar niet aan toe te voegen. Nog een hele fijne middag en graag tot vanavond. Dag.